Nou, het is eigenlijk is de vraag, waarom hebben we zo vroeg de grote prijs gewonnen? Want de 2003 bestonden we nog maar net. De grote prijs finale was het derde optreden dat we ooit hadden gedaan. Dus eigenlijk waren we daar een beetje door overrompeld. Het was, Sjam had een paar nummers op een cd'tje gebrand en het naar de grote prijs gestuurd. Als een soort van stok achter de deur, een soort, om een beginnetje te maken. We waren al een tijdje van plan om met z'n drieën wat te maken. Maar het zal geen verrassing zijn dat we duidelijke deadlines nodig hebben om iets af te krijgen. En dus ook met de grote prijs. En dus toen we in de finale stonden en die ook gelijk wonnen. Toen hadden we pas net 20 minuutjes bij elkaar geknipt en plakt. En we wisten eigenlijk nog helemaal niet, als we een album zouden gaan maken, wat voor plaat het dan zou moeten worden of zo. Dus ja, we hadden nog wel een soort hele ontwikkeling om doorheen te gaan voordat we zouden uitkomen op het punt waar we nu zijn. Dus weet je, na de grote prijs dan krijg je altijd veel, er wordt wat druk op je uitgeoefend, hè, want je moet dan het moment oogsten en zo. En je krijgt wat aandacht en dan moet er gelijk een plaat uitkomen. Maar voor ons werkte dat op dat moment nog niet zo. Dus we hebben wel gelijk onze naam neer kunnen zetten. En al die tijd veel optredens kunnen doen. En het, Nerdo. Dit is Rogier trouwens. Onze visuele man. Hallo. Dus we hebben wel gelijk festivals kunnen doen. En allerlei clubs kunnen spelen. En een soort van demo cd kunnen maken. We hebben een EP gemaakt in de tussentijd. En we hebben een videoclip gemaakt. We hebben een aantal remixen gedaan. Het is niet alsof we niks hebben gedaan. Het is alleen, er was nog een groei nodig. En het moest nog een beetje rijpen voordat we echt als eerste debuutplaat wilden komen. En zeg maar, wat heeft dan vooral moeten rijpen? Sound. De sound van wat willen we eigenlijk? Waar gaan we eigenlijk naartoe qua geluid? Gaan we het funky maken, gaan we het heftig maken en dat, ik weet niet, we maakten gewoon dingen uit ons hart en dat op een gegeven moment konden we daar een soort lijn in ontdekken. En die lijn is? Die lijn is nu toch wel echt dansmuziek en met electro-invloeden, met rock-invloeden, met hip-hop-invloeden, met disco-invloeden, met misschien zelfs wel drum-and-bass-invloeden, acid, weet ik veel, eigenlijk alles wat we leuk vinden. Zit erin, bewust of onbewust. En, maar eigenlijk spreek je jezelf nu een beetje tegen. Dat je zegt van ja, we hebben een lijn gevonden, maar je gooit nu alles er weer in. Ja. De lijn is het samenraapsel van heel veel verschillende stijlen. Dat is de lijn. Maar zelfs daarin kan je natuurlijk nog heel erg kiezen. Want je kan ook een crossover maken met dezelfde invloeden, die heel anders klinkt dan wat wij nu uiteindelijk hebben gemaakt. Zeg maar. Dus? Nou, ik denk, zeg maar, de lijn die ontstaan is toen we begonnen, toen speelden Sjam en ik samen in een hiphopband. En Sjam was daar de DJ en ik was daar de toetsenist. Dus het begon eigenlijk als een soort samenraapsel van een DJ en een toetsenist die breakbeats maakte. Dus echt, gesampelde beats en sommige dingen waren meer funky met wat blazersamples en zo. Maar we zijn allebei steeds meer gaan produceren en hebben steeds meer synthesizers gevonden en zo. En het is eigenlijk steeds meer electro geworden of zo. En in het begin moesten we echt niks hebben van four to the floor beats of zo. Dat was echt een soort van vloeken in de kerk. Ja. Maar daar zijn we ook wel een beetje gewend aan geraakt. Dus het is eigenlijk, ook door alle shows en doordat je ziet waar mensen op losgaan en zo. En wat het meeste energie losmaakt. Hebben we ons dan ontwikkeld tot dit. Maar wat het precies is, dat is moeilijk. Voor een muzikant altijd. Ja, klopt. Probleem, denk ik.